In 2023 vierde Suriname diverse jubilea. Georganiseerd door de Nationale Commissie Jubileumjaren, opgericht in oktober 2022. Voorzitter Jack Uden noemde de vieringen succesvol, inclusief de herdenkingen van hun distantse Chinese en Portugese immigratie en Kitty Kotti. Op 25 juli 2024 overhandigde de commissie een jaarverslag aan president Santokki, die de inspanningen waardeerde. Er zijn plannen voor de voortzetting van de commissie ter voorbereiding van 50 jaar onafhankelijkheid in 2025. Het High Level Political Forum on Sustainable Development in New York vond van 6 tot 18 juli 2024 plaats, met Suriname vertegenwoordigd door Elizabeth Bradley. Het forum besprak de voortgang van 5 specifieke SDGs, waarbij slechts 17% van de doelen op schema ligt. Bradley benadrukte de link tussen armoede en economische omstandigheden en presenteerde Surinaamse maatregelen tegen armoede. Het forum eindigde met een ministeriële verklaring om acties te intensiveren. Suriname bereidt zich nu voor op de Summit of the Future. Voor 2024-2025 is USD 19.200.000 gereserveerd voor projecten in Suriname. Het Suriname Diplomaten Instituut, SDI, sloot op 25 juli 2024 een vierdaagse training af, verzorgd door het Klingendaal Instituut uit Nederland. Deze training, onderdeel van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Nederland, richtte zich op creatief en oplossingsgericht denken. De Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos en SDI-decaan Sita Achthoven prezen de samenwerking en benadrukten het belang van voortdurende educatie en verdere trainingen.